zoekt een thuis. Want wie kan er zonder? Zo gewoon en toch bijzonder, dat is thuis. Waar er iemand op je wacht, voor goede en slechte dagen, die antwoord geeft op je vragen. Thuis. Al die dromen die ons niet redden, lijken in de weg te staan. In de weg te staan. Langs de deur. Dat is gemakkelijk. Dan kunt u via dezelfde deur terug buiten gaan. Dit is privé. Dat kan goed samen, maar boter gaan doen ik niet. En waarom dan wel niet? Ay, kom aan, zeg, ophoepelen. Omdat ik de vader ben van Eva. Pa, wat doe jij hier? Wil jij alsjeblieft weggaan? Waarom? Kom ik gewoon eens zien hoe dat mijn dochter dat topernief werkt? Mag dat niet? Nee, liefst niet, nee. Zeg, je maakt me nerveus. Zou je ons eens niet voorstellen? Excuseer. Had ik geweten dat u de vader was van Eva, dan was ik natuurlijk nooit zo uitgevlogen tegen u. Maar soms vallen hier de vreemdste figuren binnen. Voilà, dat is hetgeen ik ook al dacht. Dit is Koen, de fotograaf. Ja. Jasmin Schminkster. Hallo. En ik ben Pierre. Ah, ga zat dus die fameuze Pierre. Fameus? Ik zou het niet weten. Ik al het een en het andere vragen. Hoe het zijn kameraad? Het schijnt dat je aan alle cadets als ik ons even mag geloven. Ja, je moet niet alles geloven wat ze u vertellen, natuurlijk. Maar excuseer, ik zou willen verder werken nu. Ja, maar doe maar, doe maar. Zal ik even op dat stoelje zitten, dan kan ik eens zien wat ons Eva hier allemaal moet doen. Ja, ik wist... Laat u niet afleiden. Ja. Kom, doe gewoon voort. Je bent nog niet lang terug, hè? Nee, juist. Oh, oh. Het is een lange dag geweest. Oh. Want wat Simon betreft... Weet jij eigenlijk alles over Simon? Wat, dat hij met onze lucht is? Maar joh, dat weet ik al lang. Och. Ze zal er goed zitten, zeker? Vind je het erg? Oh, dat vrienden, dat vrienden. Maar ik verstaan dat wel. Onze lucht heeft alles wat ik niet heb. Zee. Misschien zou jij vroeger hetzelfde gedaan hebben. Hè? Allee, als hij nu naar Amerika was gegaan, natuurlijk. De Luc. Toch mijn type niet. Oh, dat weet je niet, Jenny. Dat weet je niet. Toen jij met mij trouwde, hè, dan wist jij dat ook niet dat ik een type niet was. En omgekeerd. Dat komt altijd maar te weten, hè, achteraf, als het al veel te laat is. Och, ja, dan. Het leven zou veel simpeler zijn, hè, als de mens alles op voorhand zou weten. Tja, wat zou niet zo spannend zijn, hè, Frank? Nou, voor mij moet dat niet meer zo spannend. Op den duur, hè, dan gaat het er aan kapot. Gaat u nu aan bras maken voor Simon? Wat langer niet. Dan krijg ik ze niet meer terug, hè. En de kleine ook niet, hè. Nee, ik denk het niet. Integendeel, denk ik. Voilà, ze. Dus geen aan bras, hè. Je bent verstandig, jong. Nou. Wil je nog een pint hebben? Allee, joh, nog één, joh. Maar ik heb ze al gezien zo vandaag, Simon. En ik moet zeggen, joh, dan doet dat wel wat vies, hè, zo. En dan denk ik allemaal in mijn eigen, zo, waarom heb je dat toch allemaal gedaan? Waarom heb je je huis samen in de steek gelaten? Waarom heb je die toch laten zitten? En dan denk ik bij mijn eigen, ja, zo'n stomme kloot. En dan besef ik, hey, joh, hoe belangrijk dat die is voor mij, hè, Simon. Ja, Frank, ja. Nee. Eva, niet te bazig ook niet. Ik bedoel, die vrouw voelt zich zeker van zichzelf, maar dan liever een beetje koket, hè? Mijn werk is mijn vrijheid. Dat is de slogan van onze klant. Mm. Oké? Okay? Allee, probeer het nog eens en concentreer nu een beetje. Maar... Zeg, doe je dat niet slecht, hè? Wil je alsjeblieft weggaan? Voor wat?
Loop je toch niet in de weg? Je bent nog niet van die stoel geweest. Maar je ziet toch dat ik zo niet kan werken? Ja, excuseer. Hè. Van mij mag u gerust blijven, maar u ziet het, hè. U heeft geen goede invloed op haar. Zeg, dan ga maar toch niet zeggen hoe ik met mijn dochter moet omgaan, zeker? Nee. Als model. U maakt haar zenuwachtig als model. Het gaat hier om een belangrijke opdracht en ik zie die niet graag mislukken omdat dochterlief de kriebels krijgt van vaderlief. Begrijpt u? Ja, dat verstaan ik, ja. Zie, Hela, maar eigenlijk zou ik eens met jou willen klappen. Dat kan zeker, maar na de werkuren, oké? Okay? Goed, dan wacht ik wel even. Hè. Hoe lang duurt dat nog? Ja, dat kan hier ook heel lang duren als jij de tijd zit te zien. Zeg, laat mij gewoon mijn werk doen. Gewacht buiten dan, hè? Wat zou jij ervan vinden? Moest ik heel de tijd op uw vingers zitten zien op uw werk? Dat is toch iets helemaal anders, zeker, Eva? Pa, ik vind dat juist hetzelfde. Dat is niet waar. Allee, wat zeg je gaan hebben, God? Mijn werk is voor het grootste gedeelte gegaan, voor niet ingewijden. Ja, wat wilde ik zijn bij de police? Eerst, hè. Merci. Mocht je dat maar rekening eens? Oeh, ik had toch geen geld bij? De proef is in, ik zal dat wel betalen. Maar het is voor mij, ik had dat toch gezegd. Maar voor één keer, hè. Is het voor Simon dat je teruggekomen bent, Frank? Voor de kleine, nee. Voor onze Frankie. Maar ik wist dat al lang dat ik moest terugkomen. De Bernard heeft dat zo dikwijls gezegd. Jij is een onnozele kloot, zegt hem. Dat je niet terug naar huis gaat, want je hebt gelijk. De Bernard? Oh, dat is met een maat van in de goot. Maar dat is te lang om uit te leggen. Maar je hebt gelijk, je hebt gelijk. Spijt dat hem dood is. Hoi. Oh, fijn. Denk je dat het gaat lukken met Simon? Jij gelooft er precies niet in. Ja. Het is gelijk dat je zegt, hè, Frank. De Luc heeft alles wat jij niet hebt. Een goed job om te beginnen. Ja. Ja. En ze zal gekwetst zijn, hè. Ja. Dan kun jij weer meeklappen, hè. Maar ik dacht in mijn eigen, de tijd heelt alle wonden, hè? Dat zeggen ze toch? Ja, dat zeggen ze, ja. Tussen ons gaat dat toch ook terug, hoor? Beter, hè? Beter al dan morgen. Voilà, ze. En je probeert me niet binnen te doen terug? Hé, hey, binnen doen. Ja, binnen doen. Maar ik verwittig u, hè? Ach, ik moest van die rare gedachten hebben. Ik ben nu met een dree. Ik had er zelfs mee trouwen. Dat is goed. Ik ben echt heel content voor u, absoluut. Dat jij iemand anders gevonden hebt, dat is heel tof. Maar in mijn geval zie ik dat niet zitten. Een ander. Voor mij is het Simon, joh. En niemand anders. Alleen Simon. Wel. Frank, terug onder de mensen, joh. Lekker dat je ziet, hè. Het gesmaakt? Ja, nog altijd even goed als vroeger. Dat is voor mijn rekening, hè. Ah, en nog altijd zoveel werk? Ja, veel werk. Meer dan vroeger, we kunnen bijna niet meer volgen. Mij kunnen jullie gebruiken, zeker? De stallen, zeker. Ja. Mijn werners zullen nooit de beste vrienden worden, denk ik. Oh, dat verwacht ik ook niet. Zeg maar, Frank, kun jij eens niet gaan horen bij een interimbureau? Dan hebben ze toch altijd wel iets, hè? Als je tenminste niet te kieskeurig bent. Ik ben niet kieskeurig. Voor mij zijn die stallen goed genoeg. Dat heeft Eva nooit verteld, dat u bij de politie werkt. Oh, ja, maar dat wil ze niet meer stoeven verstaan. Ze wist het niet. Hè. Maar ja, het is toch geen alledaagse job. Nee. En veel verantwoordelijkheid ook. Ja. Maar doen dat jij eens, hè. Pierre, zullen we verder gaan? Ja, ik kom zo. Allee, ik zal dat maar eens gaan zien, zeker. Want ik zou niet graag hebben dat door mijn schuld dat foto's moesten mislukken. Hè. Dat stel ik ten zeerste op prijs, meneer Verwist. En u moet zich geen zorgen maken over Evatje. Ja, maar heb ik dan misschien gezegd dat ik me naar haar zorgen maak? Ja, ik maak daar wel meer mee. Ik bedoel, dat bezorgde ouders naar hier komen om te zien of alles goed verloopt. Ah ja, is dat zo? Ja, en in uw geval zeker. Als agent, u hoort al die criminele verhalen rond u en dan maakt u extra bezorgd. Een beetje beroepsmisvorming misschien. Ja, ik denk dat wel geweest is, ja. Eva is hier in goede handen. Ah nee, ik hoop het. Ik hoop het echt. Sorry, Pierre. Ik had echt nooit gedacht dat je zoiets zou doen, ze. Dat geeft toch niet. Dat is ook uw schuld niet, hè. Dat is een heel normale reactie van uw vader. Ça va? Zullen we?
koffie. Gelukkig dat dat er nog altijd is, koffie. Dat is ongeveer het enige waar de mens op kan blijven rekenen. Bakje troost. Oh, nee, dat heb ik nog te slap gezet ook. Is dat nu mogelijk? Kan ik nu niks? Oh, tuurlijk, doe maar. Voel mij nog niet alleen genoeg. Moet er nog een beetje voor de dag in douw in het holst van de nacht aan mijn deurbel komen staan trekken. Tuurlijk. Ja, ik kom direct. En u gaat op pad en deze middag gaat u weer niet eten. Ik ken u. Ik vind het wel heel lief dat je zo bezorgd bent om mij, hoor. We hebben er nog niet gegeten, hè. Maar ik kan leven van uw liefde alleen. Mm-hmm. Hallo? Is hier al iemand? Plicht roept al. Maar nu kun je er goed tegen hem heen, vol buiks. Trouwens, ik moet Marie ook even spreken. Dan roept de plicht ons allebei. Zeg, ik stoor jullie toch niet? Nee. Oh, dat wij onze liefde nu eens van niemand kunnen verbergen, hè? Oh, zeg, al dat gekus, iedereen zou dat kunnen horen. Ik denk zelfs dat ze dat buiten gehoord hebben. Wow, nu niet overdrijven, hè. Zeg, heb je goed geslapen? Ik geloof dat de muren hier niet zo dik zijn. Oh, is het wakker van haar? Allee, enfin, ik heb eigenlijk niet zo goed geslapen, nee. Heb je te veel gaan nadenken misschien? Nee, mijn besluit staat al lang vast. En daar blijf ik ook bij. Maar ja, toch. Als ik naar professor Van de Putten moet voor al die onderzoeken, zal ik toch wel zenuwachtig zijn. Hmm. Maar goed, eerst een ontbijt. Dat kan toch, hè, Werner? Ja, natuurlijk. Wat je graag wilt. Een omeletje of zo? Ja, dat is goed. Morgen allemaal. Frank, dat is lang geleden. Ja, zeg dat wel. En? Alles in orde? Ja, ik mag niet klagen. Dag Marieke, hey. Goed geslapen? Ja, zeg, ik dacht al, van waar ken ik die warme stem? Hè? Zeg, eet jij iets mee met mij? Ik heb juist ontbijt besteld. Nee, merci, ik heb al gegeten. Nu kom ik voor te werken, hè? Nou, dat is toch niks kapot, of wel? Niet dat ik weet. Of moet zijn dat er een afvoer verstopt is? Niet dat ik weet, hè? Ja, dan zeg het maar zo, dan doen we het er gewoon bij. Waarbij? Ah, wel bij de rest van het werk. Allee, zeg het maar, wat moet ik doen? Eten geven, stallen uitmesten, zeg het maar. Wat heb jij het over? Ik mocht hier toch komen werken, hè? In de stallen hadden gezegd. Maar hier zullen wij ondertussen al een tasje koffie drinken, hè? Kom. Ja. Zeg, Werner. Ja. Frank is echt een toffe gast, hoor, weet je dat? Nu hoor het ook eens van een ander, hè? Ik weet niet of dat er iets met je horen is, maar ik dacht dat ik had gezegd dat ik je niet wou zien. Allee, ik heb dan niet meer zoveel woorden gezegd. Maar als je nu een klein beetje fijngevoeligheid in je lijf hebt, dan is dat... Ah, nee, natuurlijk niet. Dat ben ik nu helemaal vergeten. Dat heb jij uiteraard niet fijngevoeligheid, hè? En wel, ik zal het nu eens heel duidelijk zeggen, ze. Voor u speciaal. Ik wil u niet zien. Ik heb alleen maar gedacht, vandaag is een andere dag. Misschien dat je vandaag wel wil praten. Vandaag is een dag gelijk alle andere dagen. En als ik met u wil praten of als ik u wil zien, dan heb ik nog altijd uw telefoonnummer. Dus dan bel ik u gewoon op. Of het moest natuurlijk zijn dat je eerdere dagen bij uw Pierre zit. Dat is niet mijn Pierre. Trouwens, jij weet dat hij... helemaal niks van me moet hebben. Spijtig, hè? Ik heb geen moed om toe te geven dat ik fout geweest ben. Alleen maar door te denken dat het misschien zo zou zijn. Liefke, als je verliefd bent, dan doe je dat zelfs met de jongen. En zeker jij. Jij trekt u geen lap aan van wat hij of zij of het voor u voelt. Jij gaat ervoor. Ja, nou dat is nou het eerste zinnige wat ik je hoor zeggen. Ja, inderdaad, Rosa. Ik ga ervoor. Voor jou. Ik dacht dat ik dat toch op zijn minst duidelijk had gemaakt. Blijkbaar niet. Nee, blijkbaar niet. Nou, bij deze dan. Genoteerd. En je moet er rustig over nadenken. Je hoeft niet onmiddellijk iets te zeggen. Dank u. Of te doen, of wat dan ook. Rosa, ik besef dat ik je in een heel moeilijk pakket gebracht heb. Maar intussen vind ik het dus wel hoogst onverantwoord dat ik je er hier alleen voor laat staan. Dus ga ik eens aan de slag. Frank, ik zei dat om te lachen. Hoe wil je zeggen? Ja, wat ik wil zeggen? Dat het om te lachen was, hè? Jij hier werken, dat gaat niet gaan. Zo. Ik ken u nog van vroeger. Allee, is het weer vandaag? Die tijd is voorbij, jong. Dat is al lang voorbij. Ik moet dat geloven.
Zeg, mannen, wat is dat? Zo vroeg op de morgen. Ja. Hij wil hier beginnen werken. Ja, hij heeft gezegd dat ik hier kon beginnen. Maar nu denkt hij dat ik nog altijd dezelfde ben van vroeger. Zeg, allee, ik verstand dat goed genoeg, maar ik zou ook nog eens een kans willen krijgen. Ja, dat snap ik wel, maar niet hier. Ja, Werner. Ik heb u gisteren toch ook horen zeggen. Jenny, dat was om te lachen al, hè, zeg. Want... Ja, Werner, zeg, ik heb het gisteren nog zitten zeggen. We hebben niemand nodig in de stallen. Je moet er altijd veel te vroeg uit voor die paarden. Ik doe dat wel eens in uw plaats, maar ik doe dat niet graag. En als we iemand hebben, dan moet jij er maar eerst uit om naar de vroegmarkt te gaan. Dat is toch waar? Oh. Ik kan beginnen in de stallen dan. En ik kan eerst middags zijn bokjes opeten, maar voor de rest wil ik hem niet zien, hè. Voor mij is alles goed. En doe maar iets anders aan, want zo gaat dat niet gaan. Hè. Ja, gewoon, zeg gerust. Ik heb er overal bij, botine, mijn boterham, ik heb alles bij, zeg gerust. Voilà. Mijn boterham die laat ik hier al, hè, voor deze middag. Dan lapte jij me toch maar één keer, zeker? Hij heeft het zelf gezegd. Zeg. Oh, die mannen. Zegt nu dat ik iets aan mijn oren heb, hè? Jij zou hier komen werken. Ja, daar betaal je me voor. Maar als ik niet kom werken, dan ben ik onwettig afwezig. Dus jij wilt zeggen dat jij de hele dag samen... Allee, ik bedoel eigenlijk dat ik de hele dag op uw gezicht moet zien. Ja, tenzij je dat niet wil natuurlijk. Nee, dat wil ik niet. Ja, gevoelsmatig natuurlijk. Dat begrijp ik ook wel. Maar planmatig gesproken, professioneel gezien. Rosa, dat kan je niet veroorloven. Even is er niet, dat hou je niet vol. Daar zou jij serieus van kunnen verschieten, maar wat ik niet volhou. Ja, dat weet ik, maar toch. Vandaag alleszins niet. Morgen ook niet. Komt volgende week, maar dan is het druk. Volgende week? Oké, goed, ik snap het. Dan heb je tijd om na te denken. Nee, volgende week is het gewoon druk. Dus tot volgende week. En toch denk ik dat het goed kan komen tussen ons, Rosa. Het staat u vrij te denken wat je wil. Ik bedoel, dat gebeurt toch wel vaker in een relatie? Dat een van de twee verliefd wordt op een ander? Ik hoor u wel, zinne, maar... Oké, goed. Deze keer was het een man. Maar dat maakt toch niet uit, toch? Weet je wat wel uitmaakt? Dat wij geen relatie hadden, want jij hield een boot altijd af. En nu weet ik waarom. Maar nu wil ik in die boot. Samen met jou. Tot volgende week, Yves. Je moet naar haar toe gaan, Jean-Pierre. Met haar gaan praten. Wat moet ik er zeggen? Ik heb geen greep meer op haar. Ze luistert toch niet. Hé, Jean-Pierre, kijk naar mij. Je mocht het niet opgeven. Maar dat doe ik toch niet? Nee, ik heb... Ik heb Valérie nog eens gevraagd om met haar te praten. Maar dat is toch niet hetzelfde? Al die vreemde mensen die met uw dochter moeten gaan praten. Alsof die wel greep op haar hebben. Misschien wel, ja. Jij moet die operatie uit haar hoofd praten. Medisch gezien is dat voor haar toch van enorm belang. Ja, dat moet je tegen mij niet vertellen. Maar dat kan ik er niet doen inzien. Ah. Bon. Ja, dan wordt het hoog tijd dat ik ermee ga bemoeien, hè? Nee, Marianne, nee. Nee, wacht maar. Je hebt gelijk. Ik zal nog eens met haar praten. Ik ga het er smissen, ja? Ja. Oké. Waar is hem? Wie? Ja, onze paatje. In zijn bed, zeker? Ik heb hem nog niet gezien. Weet jij wat hij me gisteren geflikt heeft? Ik denk dat ik het rap ga weten, ja. Die is mij komen opzoeken, gisteren, op mijn werk. Om mij te controleren, om te zien wat dat er allemaal was en zo. Om te zien of dat wel allemaal kon, wat dat daar gebeurde. Ja, en wat gebeurde daar dan allemaal? Niks. Nee, maar dat is hem juist niks. Maar onze pa steekt zich weer van alles in zijn kop, hè. Man, ik was zo kwaad, hè. Ik was zo kwaad, hè. Ik ben denk ik nog nooit zo kwaad geweest. Allee.
Ja, dat is niet plezant natuurlijk. Ik kan me dat voorstellen. Hè. Oh man, maar ik was echt zo kwaad. Ik was zo kwaad dat ik bij ons mama wilde gaan wonen. Maar die was weer te druk bezig met een of andere opdracht. En ben ik toch maar naar hier gekomen. Maar ik was zo kwaad, hè. Ga je dat allemaal alleen opeten? Als ik de kans krijg, ja. Maar je zult nog wel iets vinden, zeker? Weet je, mij zou hem dan niet moeten flikken. Nee, wat zou jij dan doen? Ik weet niet. Zijn nek omwringen? Wie gaat er hier weer zijn nek omwringen? Ik heb die van u. Oh, wel, wat heb ik u gezegd? Oh, ik weet het, maar ik kan niet anders. Is uw werk gedaan? Maar lange niet, ik ben nog niet begonnen. Ik kom misschien dat ik niet wat water kan krijgen om dat door te spoelen, hè, mijn allergie. Hoe uw allergie? Ja, ik kan niet tegen paarden, tegen die stank. Zeg, Frank, je gaat nu toch niet zeggen dat je dat niet wist, hè? Ja, ik doe het toch maar, hè? Frank, water gaat die allergie niet wegkrijgen. Ik zal beter iets voorschrijven. Hè. Trouwens, dat is niet zo gezond, mensen met een allergie van zo lang in die paardenstallen te werken. Ik heb geen ander werk. Ja, laat het maar zo, ik zal het wel doen. Zo rap ben ik ook niet van mannen apropos. Nou, zo kennen we elkaar, hè, Frank. Doorzetten. Je mag gerust zijn. Oh, ik ga mijn groente maken. Kan ik mee rijden naar de praktijk? Misschien kan Werner ineens langs een apotheker. Ja. Ja, Frank kan hier moeilijk weg, hè? Nog iets? Werner. Ik zal mijn plan wel trekken. Maar als je niet te lang wilt wegblijven... Kom. Marie. Straks. Straks, ja. 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 Marie, blij dat ik je vertref. En Marie? Als je komt om met haar te praten, Jean-Pierre, ze begrijpt het allemaal wel, hoor, maar ze is nu een beetje eigenzinnig. Valérie! Ja, we moeten nog naar de apotheker, hè? Nee, ik zal me niet langer ophouden, zeggen. Ja, het spijt me dat ik geen beter nieuws heb, Jean-Pierre. Toch bedankt. Zeg, Evake. Ga me wel eens een beetje meer respect toebrengen van mijn pa, hè? Of denkt u dat ik niet weet waarover het dat ging? Dan moet dat respect wel wederzijds zijn, hè, pa? Toch niet bewijzen, zeg. Ja, ik wil niet gecontroleerd worden. Maar voor wat kom je daar nu binnen gisteren? Evake, omdat ik het beste met jou voor heb. Mij komen controleren, is dat het beste met mij voor hebben? Ja, ja. In de baai kwam maar niet controleren. Hoewel ik er toch maar niks van zonder dat je daar in uw decolleté stond rond te hossen. Mwah. Overdrijft. Ik kwam voor die Pierre, Eva. Wat lust het? Ik zeg het doe, hè. Ik vertrouw dat ventje voor niks, hè. Hey, waar haalde dat nu weer? Ja, ik zie dat. Waaraan zie je dat? Ja, ik zie dat, nee. Ik voel dat. Ik krieg dat. Dat is de neus van de inspecteur. Godverdomme! Juri, ik zwaas er niet mee, zeg. Ik zit bloedserieus na, hè. Oké, wat bedoelde dan juist? Dat weet ik nog niet. Ik was wel bang dat hij iets had ontdekt over de Pierre. Ja, dat ben ik wel van plan, ja. Want ik kon dat sokske Pierre, hè. Is grondig onderzoeken, dat is nou wat anders, hè. Kom, geef dat daar. Dat verkeerd, kom. Jenny? Nee, ik ben het. Is het lekker? Jij hebt zo ongeveer iedereen al ingeschakeld om op mij in te praten, hè? Gaat je het nu uiteindelijk zelf proberen? Zoiets, ja. Doe dan maar geen moeite. Valérie zei me dat jij dat allemaal wel scheen te begrijpen, wat dat inhield, zo'n operatie. De risico's. Beter dan wie ook. Maar ik hoef het allemaal niet meer te horen. Waarom er dan toch mee doorzetten? En ik heb nog veel minder zin om alles nog eens uit te leggen. En zeker niet aan u. Jij die het uiteindelijk het beste van al zou moeten begrijpen. Je kunt dus beter vertrekken, ja. Marie, ik heb mij nog nooit zo machteloos gevoeld als nu. Ook niet na het ongeluk? Toen dat je hoorde dat ik blind was? Toen dat je hoorde dat ik nooit meer ging kunnen zien? Ik zeg u dat niet om u te kwetsen, papa. Maar ik heb nu wel een kans om terug te kunnen zien. Een klein kans, ja, minimale kans. Bijna onbestaande. Ja, en zo kwetst jij mij dus. Omdat je er niet in gelooft. Ik zou niks liever willen.
Doe dat dan. Doe dat dan. Ik doe dat ook. Ik heb maar één wens, papa. Ik weet het. Nee, nee. Dat jij mij hierin zou steunen. Dat zou ik willen. Kijk, ik moet straks terug naar professor Van de Putten. En ik moet toegeven dat ik wel een beetje zenuwachtig ben. Zou jij niet willen meegaan met mij?